Op vrijdag 21 september worden Gent en ook Kortrijk weer wakker na een lange hete zomer. Want dan begint het nieuwe academiejaar. En het wordt een heel bijzondere start, want Universiteit Gent gaat breken met een traditie van eeuwen eigenlijk. Meneer de rector, waarom zitten wij hier? Wel, vroeger werden alleen professoren, bestuurders, decanen, directeurs uitgenodigd voor de opening van het academiejaar. Maar de Universiteit Gent is van alle UGenters. En daarom nodigen wij dit jaar alle medewerkers van de universiteit uit om erbij te zijn wanneer het nieuwe academiejaar van start gaat. En we nodigen bovendien iedereen uit om mee te lopen in de openingsstoet. UGenters laten zich niet opsluiten in een ivoren toren. UGenters breken uit. En daarom, om dit te illustreren, willen we de komende jaren de openingsstoet af en toe buiten de muren van de universiteit van start laten gaan. En dit jaar starten we hier in de Sint-Baafskathedraal. Ik zal er ook zijn op vrijdag 21 september om live verslag uit te brengen. En na de stoet is er hier in de Brownschool koffie en taart voor iedereen en ook een groot scherm, zodat u geen seconde hoeft te missen van die academische zitting. We hopen dat jullie massaal aanwezig zullen zijn op 21 september. Je wordt vanaf 14 uur verwacht in de Sint-Baafskathedraal. Je zal nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Er is ook meer informatie te bekomen via het intranet van onze universiteit. Maar noteer alvast in je agenda vrijdag 21 september vanaf 14 uur opening van ons academiejaar. We hopen echt dat je er zal zijn.